De intocht van Sinterklaas in Millingen aan de Rijn. Heuvelrijk Bergendal opent een nieuwe accommodatie. Een griezeltocht in Leut. Een optreden van Lion by Beer tijdens de pronkzitting van de deurdouwers. Maar eerst. Twee weken geleden waren de ooievaarsnesten door de gemeente al geplaatst. Maandag 12 november werden ze officieel onthuld door de burgemeester. In de stroom en de regen werd het eerste nest onthuld bij het dierenweidje aan de Gruttelstraat te Beek. Wiel Fleurkes, voorzitter van het dierenweidje, was daar heel erg blij mee. Het tweede nest dat onthuld werd was bij de idylle te Bredeweg. Dit gebeurde samen met de leerlingen van de basisschool. Ze hadden hiervoor speciaal een quiz bedacht die over ooievaars ging. Een ooievaar kan 13 jaar worden. Ja, dat geloof ik ook wel. Kan een ooievaar 13 jaar worden? Het antwoord is waar. Maar het is in ieder geval een hele mooie paal. En we hopen dat er hiermee nog meer natuur komt. Naast alles wat we al gedaan hebben met de vlinder. Planten en het bijenhotel en alle andere dingen die we hebben gedaan om hier dieren naartoe te brengen. Dus we hopen maar dat er in april een ooievaar nestelt en dan 23 dagen later hopen we op kuikentjes. Maar eerst moeten we maar even gaan onthullen. Op woensdagavond 14 november organiseerde Mantelzorg Bergendal een feestelijke avond voor mantelzorgers samen met degene die zij verzorgen. Toneelvereniging Zeg maar Pang uit Millingen ontving de mensen op een ludieke wijze en deelde ook complimenten uit. Blij zoals je bent. Voor haar en misschien wel voor iedereen, want u bent echt een prachtige vent. Namens het gemeentebestuur wil ik daarvoor mijn hele grote waardering uitspreken voor uw zorg en toewijding. Altijd maar weer. Buurtredner Rob van Elst uit Groesbeek bracht op zijn manier een lach op ieders gezicht. Ja, zeggen ze alle drie geliefd, maar gelukkig kunnen we nog wel auto rijden. Het hardcore uit Kekerdom zorgde voor de vrolijke muzikale omlijsting. Donderdagavond 15 november was de eerste bijeenkomst van Dorpsagenda Ooi. Dorpsagenda Ooi is een plan waarin komt te staan wat er in Ooi gedaan zou kunnen worden om het dorp nog beter en mooier te maken. Iedereen kon zijn ideeën opschrijven en deze werden vervolgens geplaatst bij het juiste thema. Men kon ook nog aangeven welke ideeën prioriteit moeten krijgen om ze zo snel mogelijk te laten uitvoeren. Na deze avond kan werkgroep Dorpsagenda aan het werk om alles in kaart te brengen. De volgende keer worden de uitkomsten gepresenteerd en besproken. Daarna zullen de vrijwilligers met de onderwerpen aan de gang kunnen gaan om de ideeën te realiseren. Ja, er staat een meneer in het water. Ja, oké, het is wel in drukte daar. De lobby.
Wat een treffende het weer, Pieter. Perfect weer. Perfect. Spanje is er niks bij. Het blijft toch mooi ieder jaar weer naar Millingen toe te komen. Goedemorgen! Die man met die lange stok is er niet dit jaar. Ja, oh, kijk nou, we zijn hier weer in Millingen aan de Rijn. We zijn blij dat we er zijn. Het is een beetje koud. Maar wij wensen natuurlijk iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest. En we zijn heel erg blij dat we weer in Millingen mogen komen. We hebben het zonnetje meegebracht. Dus we gaan er weer een mooie middag van maken met z'n allen. Dag kindertjes. Welkom Sinterklaas in Millingen. Hoe was de tocht? Het was geweldig. Het was enorm. Met zo'n prachtig weer. Het kan toch niet beter. Heeft u veel cadeautjes meegebracht? Heel veel. Want zoals je kunt zien, aan mijn Pieter, we hebben het heel druk gehad. Die zijn zo vaak door die schoorsteen in en weer geweest dat ze helemaal zwart geworden zijn. Alleen al om de cadeautjes overal te halen en te brengen. Dus het zit wel goed hier in Millingen. Er staan heel veel kinderen te wachten. Ik zou zeggen, ga er gauw naartoe. Fijn, bedankt voor het welkom hier hoor. Dank u wel. En Sinterklaas, wij zijn heel gelukkig dat u hier vanmiddag bent. Kijk eens, allemaal kinderen en papa's en mama's en opa's en oma's. En de Sint heeft heel veel Pieter bij zich. Wel 25. Sinterklaas, zullen we, ik geef de microfoon aan u, heel hartelijk welkom. Dank u wel, meneer Pastoor, voor de prachtige welkomstwoorden. Maar vooral heel veel dank aan de kinderen, papa's en mama's en oma's, die speciaal hier naar de Loshal gekomen zijn om mij te begroeten. Ik vind het overweldigend en heel erg fijn. Heel erg nat, heel erg. De baard gekapt met al die hard en wind. En nog steeds zo mooi in de boot. En nog steeds zo mooi in de haren. Ja, geweldig. Ja, wat is het hier prachtig met zoveel kinderen. Zo gezellig hier. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo belangrijk, want er is maar één echte belangrijke persoon. Vandaag is het natuurlijk Sinterklaas, hè. Ik vind het zo leuk om hier vandaag bij te mogen zijn dat u hier in Millingen komt. Het was een beetje spannend afgelopen weken, want we dachten allemaal van, gaat het wel lukken? Zoveel, zo laag water was het. Maar het is toch gelukt, u bent er. We zijn er heel blij mee. Donderdag 15 november werd het guesthouse en de groepsaccommodatie van Heuvelrijk Bergendal officieel geopend door wethouder Sylvia Vleuren. Rosanne en Tom Belgers zijn de trotse eigenaren. Ik sta bij twee jonge ondernemers, broer en zus. Jullie hebben iets heel speciaals ontwikkeld. En hoe zijn jullie daartoe gekomen? Onze opa en oma die wilden wat vaker op vakantie. We hebben thuis alle gemakken. Maar op vakantie hadden ze dat niet. Ze merkten dat als ze naar een huisje gingen, dat daar geen steunen zaten, geen verhoogde bedden, geen speciale toiletbrillen. Samen met mijn vader hebben ze daar vaak over gehad. En zo is mijn vader tot het idee gekomen, 10 jaar geleden al, om hier een guesthouse te gaan bouwen met allerlei voorzieningen voor ouderen. Ja.
Ja, ze hebben dus ingespeeld eigenlijk op deze doelgroep, hè, senioren. We hebben alle voorzieningen getroffen. Zoals Rosanne al zei, beugels geïnstalleerd op de toiletten, bredere deuren, een lift in het pand, dat echt rolstoel toegankelijk is. We hebben ook gedacht aan duurzaamheid. Dus we hebben 90 zonnepanelen op het dak liggen. We hebben een warmtepompinstallatie die gebruikt elektriciteit. Dus die gebruikt de elektriciteit van deze zonnepanelen. En daarnaast maken we ook gebruik van aardwarmte. Dus we hebben 11 boringen rondom het pand van 100 meter diep. Dus, dat stukje duurzaamheid vinden we belangrijk. De seniorengroepen, zorggroepen. Maar we hebben ook heel vaak zakelijke groepen. En daarnaast vullen we het ook nog een beetje aan met bed and breakfast. Ja. Ja, Heuvelrijk is een heel mooi voorbeeld, zoals we in onze gemeente Bergendal zorgeloos op vakantie willen aanbieden. Toegankelijkheid is een belangrijk thema. Dat wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer mensen daar behoefte aan hebben. Uiteindelijk, over een aantal jaren, is meer dan de helft van onze inwoners in Nederland 65+. En dat betekent ook dat we andere behoeftes hebben aan vakantie vieren. En deze accommodatie is daar al helemaal op ingespeeld. Zowel op de toegankelijkheid als ook op het andere belangrijke thema in onze gemeente, duurzaamheid. Dus ik vind het echt een fantastisch voorbeeld van hoe we daaraan kunnen werken en hoe we mensen een zorgeloze vakantie kunnen geven in onze gemeente. Annette Merrick? Ja. Dit is het heftigste kinderfeestje wat je kunt bedenken. Kinderfeestje is niet meer, maar het is Demi's jarig vandaag. Ja, de verjaardag van Demi en dan met je vriendinnen de Leutse griezeltocht. Ja. Nou, mooi. Het is van schrikken. Het is nog wel eens gebeurd dat er iemand gemapt heeft, maar... Gemapt? Oh nee. Ja, van schrik. Oh zo. Jullie zijn met 7? Met 7. 6 zijn wij. Nog wel. Wie gaat er nog meer mee dan? Korte uitleg. 2, 4, 6. Wie gaat er nog meer mee dan? Voordat jullie zo meteen beginnen, wil ik eerst het verhaal vertellen over de 7 monniken van Estul. Zo'n 350 jaar geleden waren er 7 monniken die een voettocht ondernamen naar het klooster van Estul. Dat was een donkere en koude novembermaand en de geestelijken moesten afzien. Na 5 lange dagen was het einddoel bijna bereikt. Maar plotseling klonk daar een ijzingwekkende gil. En 1 monnik was verdwenen. Ja.
Ja, doe eens rustig, nee. Ik heb hem gevonden. Beter dan. Ik heb hem gevonden. Heb je hem gevonden? Oh, die kan daar ook lopen, ik weet het zeker. Ja, ik ben mee. Hier. Hij is hier. Ligt hij daar? Ja. In het bloed? Ik denk het wel. Hij is hier, dat is gewoon echt iemand. Hij leeft nog, man. Waar is hij? Hier ben ik. Ja, die staat hier voor ons. Waar ga jij naartoe? Nee. Jullie moeten ze zoeken. Wat een helden. Zal ik eens kijken of die kop nog past? Jullie mogen door die deur naar buiten. Nee, maar I can't get no relief. Businessman who drink my wine, roll and dig my earth. No one will ever learn the mind. Nobody's out there in this world. No reason to get excited. The thief he kindly stole. There are too many here among us who think our life is but a joke. Oh, but every now we've been through death, and this is not our fate. So let us all talk for see now. Oh, the hour is getting late. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, stay by me. Oh, stay here by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. She said her love of me that could never die. She's got a heart of gold, she never lets you down.